Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie een dagje meenemen, maar niet een dagje van vandaag, maar eigenlijk van gisteren. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik echt heel erg van tosti's hou, dus... Hoi allemaal, leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe vlog. Ik ga jullie een dagje meenemen, maar niet een dagje van vandaag, maar eigenlijk van gisteren. Want ik had gisteren de vlog opgenomen, maar ik had tussendoor eigenlijk helemaal geen tijd om iets over te vertellen of wat dan ook. Dus ik ga het vandaag eigenlijk een beetje toelichten, daar waar het nodig is. Maar eigenlijk spreekt dit verder gewoon voor zich, want het was een leuke dag geweest. We waren gisteren een dagje weg geweest namelijk. En meestal op een dagje weg, zal ik maar zeggen, is het in de ochtend altijd wat haast. Dus ik had even snel een ontbijtje genomen. En het is een ontbijtje die ik normaal gesproken niet zo snel neem. Maar ik was de dag ervoor was ik op pad geweest met mijn zussen en vriendinnen. En ik had dit van een Chinees bakkerijtje meegenomen. Ik ken het eigenlijk helemaal niet. Normaal gesproken ben ik ook helemaal niet van het nieuwe dingen proberen. Maar mijn zusje zei echt van, dit moet je echt proberen, want het is hartstikke lekker. Het is een broodje... met een soort zoete topping. En het had een hartige vulling. Dus ja, dat was wel bijzonder. Maar ik moest er heel even aan wennen. Maar het was eigenlijk wel heel erg lekker. Vandaag ook nog een lekker bakje die we meenemen. Met verschillende dingetjes erin die we tussendoor lekker kunnen snoepen. En daarna gingen we op pad, want Romy had vandaag haar eerste knuffelles met ponies. Dit is een kleine beloning voor hoe goed ze het eigenlijk inmiddels doet op zwemles. Niet dat ze er meteen zin in heeft om te gaan zwemmen, maar uiteindelijk doet ze het wel heel erg goed. En ze gaat echt met sprongen vooruit. Dus dat vonden we wel een beloningje waard. Terwijl zij daar was, waren wij met Livia op pad. We gingen naar een kinderboerderij in de buurt. En daar hadden we heel even 1-op-1 tijd met haar. Of nou ja, 2-op-1 tijd. En dat vonden wij eigenlijk wel heel erg lekker. En zij ook. En toen we Romy weer hadden opgehaald, gingen we door naar een dierentuin. We gingen dit keer naar Ouwe Hans. Normaal gesproken gaan we altijd naar de Burger Zoo hier in Arnhem. Ook omdat we daar een abonnement hebben. Maar we lazen dat de babypanda binnenkort weer terug gaat naar China. Dus daar wilden we nog heel even afscheid van nemen, zover wij daar eigenlijk waren. Want we waren eigenlijk bezig met heel veel andere leuke dingen die je daar kon doen. En het weer was gisteren ook gewoon hartstikke lekker. Dus... we waren vooral heel veel buiten geweest, rondgelopen. En ze hebben ook eigenlijk heel veel tijd doorgebracht in de speeltuin daar. En terwijl zij dat deden, konden wij ook eigenlijk heel erg fijn genieten van het weer. Dus dat was wel heel erg fijn. En terwijl de meisjes buiten aan het spelen zijn, geniet ik van een Chinees cakeje. En in het cakeje zit ook weer een hartige vulling. En dat is in dit geval porkvlas. En het heeft iets zoets, maar ook eigenlijk vooral iets zouts en iets hartigs. En het is echt heel erg lekker in dit cakeje. En zoals altijd waren we weer veel te laat richting huis gegaan. Het was ook gewoon zo lekker buiten. Maar dat betekende ook dat ik thuis helemaal geen zin meer had om te koken. Nou ja, dat had ik eigenlijk wel al een beetje verwacht, maar ook weer niet. Dus ik had ook eigenlijk heel weinig in huis en het was heel even kijken wat ik nog in de kast had. En daar hebben we gewoon een heel simpel maaltje van gemaakt. Ondanks dat het zo'n lekkere dag was, had ik wel weer zin in iets warms. En dat is volgens mij ook wel een beetje een eigen dingetje om in de avond toch gewoon warm te eten. Daar ben ik in ieder geval altijd gewend. En in de avond heb ik daar ook gewoon echt wel behoefte aan. Dus ik maakte een soepje voor mijzelf en mijn man. En de kinderen hadden gewoon een boterham met knokworstjes. En als je mij een beetje kent, dan weet je dat ik echt heel erg van tosti's hou. Dus die heb ik erbij gemaakt voor bij het soepje. De meisjes waren best wel moe na zo'n lange dag. Wij eigenlijk ook. Dus zij gingen op tijd naar bed. En gelukkig gaven ze snel toe aan hun slaap. Want de nacht ervoor was behoorlijk pittig geweest. Dus wij ploften gelukkig op tijd
op de bank nog even bij te komen en vooral na te genieten van gisteren. En in de avond genoot ik nog van een stukje mooncake. Het is bij ons binnenkort een Mid-Autumn Festival. En daarbij horen deze koekjes. Die zijn normaal gesproken ook niet altijd verkrijgbaar, maar nu dus wel. Dus daar geniet ik extra van, want ik vind het echt een van de lekkerste Chinese koekjes die er zijn. Ik kan heel moeilijk omschrijven hoe het nou eigenlijk smaakt. Het is namelijk een vulling met white lotus paste, om het maar even zo te noemen. En het is echt heel zacht en lekker zoet. Maar daarbinnenin zit ook een eidooier van gezouten ei meestal. En dat maakt het ook wel weer een beetje hartig. En gewoon de combinatie, het is niet te omschrijven, maar het is echt heel erg lekker. En het is echt een van mijn favorieten rond het seizoen. Dus daar genoot ik nog heel even lekker van met een kopje thee. En daarna ging ik ook alweer heel snel naar bed. Want het was echt wel een hele lange dag geweest. Ondanks dat ik er echt onwijs van heb genoten. Dus ja, het was wel een gekke vlog op deze manier. Maar ik hoop vooral dat het toch ook een leuk dagje was om te zien. En dan zou ik zeggen tot de volgende keer weer.